Hi Stier, welkom bij je diepe intuïtieve tarot reading met Annemiek van Tarot en Zo. Ik ga de kaarten voor je schudden. Ik ga de Animal Spirit deck weer gebruiken, maar ook een moderne versie van de Rider-Waite. Oké, hier komt het dier. Kameel. Kameel is de kaart die voor gematigdheid staat. Misschien vanwege die twee bulten of zo, dat je dus... het is een oasedier. Nee, het is geen oasedier. Ik heb het over die twee bulten. Hij heeft een voorraad bij zich. Dus hij is eigenlijk altijd een rustpunt voor zichzelf. Hij heeft een oase in zichzelf. Gematigdheid staat voor dat er een rustpunt in jezelf is gekomen en dat het nu tijd is om aan anderen te geven. Waarschijnlijk ook voor sommigen van jullie omdat een bepaalde verslaving of misschien gebruik van medicijnen weg is. Dat zou gaaf zijn. Ik ga kijken welke persoon hierbij past. Dat is geen persoon. The Cosmic Egg. Dit is de kaart die gaat over wonen in liefde. Wonen in je eigen hart. Dat is wel helemaal thema voor jullie, hè, stier. Dat is echt geweldig. Dat is echt geweldig, ja. Ik voel er ook nog iets anders bij. Dus weet dit en ga dus door met wonen in God. Met wonen in liefde. Met vanuit je hart leven. Aandacht aan je hart schenken. Dat kan alleen al door je hand op je hart te doen. Er is een hartmeditatie beschikbaar voor jullie. En de vorige week heb ik een clip gepost. Of was het die week daarvoor? Ja, die week daarvoor. De 13e maart, geloof ik. Die heette Hartje, Hartje, Hartje. Dus als je Hartje, Hartje, Hartje googelt, kan me niet voorstellen dat er nog iemand anders is die ooit een clip heeft gepost met die titel. Hij is echt heel liefdevol. Ja, je gaat het verrukkelijk vinden. De walvis. Ja, ik wou bijna zeggen, nou ben ik het zat. Nu ga ik het inderdaad op een andere boeg gooien. Deze kaarten gaan over stier echt. Weet je, de stier is het beest, is het symbool, het geval, het ding van de dierenriemtekens die het grootst is, die het meeste vlees heeft. En vlees staat, zoals de bulten van een kameel, een dromedaris en de grootte van een walvis, voor overvloed. En, oh ja, 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 dit is prachtig nieuws. Leuk, hè? En deze kaart, die vertelt je dan dat het er niet eens zozeer om gaat dat je overvloed hebt. Dat je dus beseft, wauw, wat heb ik eigenlijk veel. Dank daar eens voor. Dank daar eens voor. Dan ben je de hele dag bezig. Ik dank voor deze tafel. Ik dank voor de muren. Ik dank voor die lamp. Ik dank voor de standaard. Ik dank voor dat tafeltje. Ik dank voor mijn verfspullen. Ben ik wel een hele dag mee bezig om te danken wat ik heb. En het werkt, hè? Danken. Daar ga je echt goed door voelen. Het gaat er niet eens zozeer om dat je beseft dat je overvloed hebt. Maar dat je in overvloed leeft. Ongeacht wat er om je heen is. En ik voel meteen dat ik dieper zak in mijn eigen overvloed. In mijn hart. In mijn vlees. Ik heb maan in stier, dus ik weet daar ook van. Ik heb ook die stevigheid. Nog een keer. Het gaat er niet zozeer om dat je beseft dat je overvloed hebt. Anders ga je toch weer klagen. Van, weet je wel, ja, ik ben dankbaar dat ik 3 auto's heb, maar ik zou er eigenlijk 4 willen. Of ik zou eigenlijk een rode willen in plaats van 3 blauwe. Weet je wel, op dat niveau kan je ermee bezig blijven. Het gaat er niet zozeer om dat je dat je het water bij je draagt, maar dat je het weet, dat je het leeft. Ik heb het gewoon altijd tot mijn beschikking. Ik heb alles wat ik nodig heb.
Of het komt wel naar me toe. Of ik weet wel hoe ik het moet krijgen. Ik kan nu in vertrouwen zakken. In mijn eigen vlees. In mijn eigen geluk. In mijn eigen hart. En het gaat er voornamelijk om dat je beseft. Voel je me al aankomen? Dat je overvloed bent. Je bent overvloed. Ik heb een half jaar lang een papiertje op verschillende plekken in huis gehad. Ik heb hem steeds verhuisd van de ene plek naar de andere. Anders dan wordt het steeds. Dan kijk je eroverheen, weet je wel. Dat weet je heus wel van jezelf ook. Als je maar lang genoeg een briefje ophangt, je tandarts, weet je wel. Dat je een afspraak voor de tandarts moet maken, dan hangt hij er na 2 maanden nog als je er niet meteen op reageert. Ik had een briefje en daar had ik op geschreven, in het Engels, maar ik zal het in het Nederlands zeggen. Waarom zou ik anderen smeken voor kruimels liefde, als ik alles al heb in mijn eigen hart? Eerlijk gezegd stond er op het briefje, als ik alles al in u heb. Maar het hart is hetzelfde. Waarom zou ik smeken bij anderen voor kruimels van liefde, als ik alles in u heb? Als alles in mijn hart zit, als alles nu op dit moment al aanwezig is. Als je werkelijk aandachtig naar me luistert, beantwoord dan eens de volgende vraag, stier. Op dit moment, ongeacht wat je 5 minuten geleden zei, of schreef, of dacht, of voelde, op dit moment, wat heb je nodig? Wat heb je op dit moment werkelijk nodig? Als je eerlijk kan zijn naar jezelf, zal je merken dat je niks nodig hebt. Nu op dit moment, wat heb je op dit moment nodig? Ik zou een kopje thee kunnen gebruiken, maar echt nodig, werkelijk nodig, om mij nu goed te voelen? Wat heb je nu op dit moment nodig? En besef eens dat je nu op dit moment niks nodig hebt. En dat besef, dan ben je overvloed. Hoe heerlijk, hoe verrukkelijk zou het zijn als je dat elke seconde van je leven zou kunnen leven. En dat kan. Kijk, dat kan. Welke eerst? Koningin van Zwaarden. Even kijken. Zo hoor. Koningin van Zwaarden. Zij is succesvol als zakenvrouw, zegt deze kaart. Maar dit gaat dus over overvloed. Ze heeft overvloed. En deze kaart geldt ook voor dat zinnetje wat ik net zei. Dit is iemand die haar waarheid vertelt. En het is een energetische reading, hè? Dus het is niet geslachtsbepaald. Dat als je een vrouwenplaatje ziet, dat het dan alleen maar voor vrouwen geldt. Zij vertelt haar waarheid. Ze is intelligent. Je zou niet naar mijn clips kijken als je niet intelligent was. Dan zou ik er geen moer van begrijpen, denk ik. Ik ga soms zo snel, zo diep. Je hebt in elk geval emotionele intelligentie. En dat is het meeste waard. Of sommigen zeggen spirituele intelligentie, maar voor diegenen die mijn clip over spiritualiteit hebben gezien, die weten dat ik daar niet van hou, van die termen. Die clip die heet Spirituele Ervaringen. Hij staat in mijn bonus speellijst. De andere kaart die ik trok was de schildknaap van staven. Ik zit er een beetje lang naar te kijken, want de kaarten zijn voor mij ook nog nieuw. Ik heb ze wel bestudeerd. Dit is iemand die eenvoudig is, die zichzelf traint
Theoretisch, nu eventjes de intuïtieve, diepe tarotreading van Annemiek van Tarot en zo eroverheen gooien. Het heeft te maken met wat ik eerder zei. Roep het uit naar jezelf. Ik zie deze twee kaarten nu als hetzelfde. Roep uit naar jezelf wat jouw waarheid is. En die waarheid is nu op dit moment, vandaag, in elk geval komende uren of komende weken, staat erbij stil hoe overvloedig je bent. En als je dat moeilijk vindt om zelf te bereiken, er is ook een clip die heet Satsang. Dan kan je in stilte bij me zitten. Ik ben dan bij je. Je kan dan voelen wat een overvloed er is. Dat je niks nodig hebt op dat moment. Dat alles, alles er is op dat moment. En de clip Zelfverzekerdheid gaat natuurlijk ook weer hier jou dieper intrekken. Wat wil ik er nog meer over zeggen? Of wat wil er gezegd worden? Je bent een groot dier. Je bent een groot dier. Dit gaat over echt een groot gevoel van overvloed. En voor diegenen die dat spirituele verhaal allemaal niet zo zien zitten. dat kan, dat mag. Ik ben er ook voor de praktische zaken. Ik ben zeer praktisch ingesteld met 5 planeten in maagd en 6 in aarde. Spreek dan je waarheid naar andere mensen toe uit over jouw materie. Dat als het gaat bijvoorbeeld om een stukje tuin en iemand die heeft een struik op de grens van jou en zijn tuin geplant en die struik is zo groot geworden dat die eigenlijk deel van jouw tuin beslaat, zegt er iets van. Jouw tuin is van jou. Dat is jouw stuk grond. Dat is jouw overvloed. Dat is jouw bezit. En het hoeft natuurlijk helemaal niet over een tuin te gaan. Het kan ook gaan over een ding dat je hebt uitgeleend, komt in me op. Enkele van jullie hebben iets uitgeleend aan iemand en dat niet teruggekregen. Met allemaal excuses eromheen die steeds bedacht zijn om het maar niet terug te hoeven geven. Ga erop staan. En jij kan goed staan, stier. Je hebt een heleboel vlees, stier. Je hebt massa. Je hebt power. Ga ervoor staan. Ga datgene terugvragen qua bezit wat van jou is. En allicht gelden beide opties, hè. Zowel dus beseffen dat je overvloed bent. En wees dankbaar voor wat je hebt, op zijn minst. Dank jullie wel voor het kijken. Tot volgende week. Dit zijn ook clips van mij. Vergeet niet te abonneren. En doei.